Dean Goree die de gasten toesprak. En daar spraken we ook nog met Clydel Kohinoor en Dimitri Apay. Hoe heb je de samenwerking ervaren met de bondscoach? Heel goed. Hij is niet alleen als een trainer geweest voor ons, maar ook als een vader. Hij heeft ons tactisch beter gemaakt. Hij heeft ook samen met ons willen werken. Niet alleen tijdens natje uren, maar ook wanneer wij als spelers vrij zijn. In de ochtend bijvoorbeeld. Zorg hij ervoor dat we toch een extraatje kunnen leveren. Dus het is eigenlijk zo dat we elke dag twee keer trainden per dag. En dat heeft gemaakt dat spelers ook beter zijn geworden. En als we even kort terug mogen blikken naar de Gold Cup, hoe heb je dat toernooi ervaren? Dat toernooi, het leek alsof we in een andere wereld leefden. Het was een zeer goede ervaring. Alles was like een paradijs. Je voelt dat je in een hotel bent, in een stadion bent, op een veld bezig bent. Dus het was echt goed. We hebben enkele beelden mogen zien waarbij jij in persoon de spelers zo bezig hebt gehouden in een gezellige sfeer. Hoe krijg je dat zo van elkaar? Kijk, is iets dat ik... Ik heb het voorbereid voordat ze naar Su kwamen. Ik weet hoe mijn spelers zijn, maar ik weet ook hoe die spelers daar buiten zijn. Maar het is ook zo dat we Suriname zijn. Het is niet zo dat hun Europeanen zijn en wij Surinamers. Dus voordat ze kwamen heb ik het voorbereid. Ik heb mezelf gezegd van als ze zijn gekomen ga ik ervoor zorgen dat ik ze meteen laat samensmelten. En dat heb ik vanaf dag 1 gedaan. Er is heel wat gebeurd de afgelopen weken. We gaan niet echt in depth daarover praten. Maar wat is jouw advies naar het SVB-bestuur en de heer Goree gezien de spanningen van de afgelopen tijd? Wat is jouw advies naar beide partijen toe? Ik weet niet. Ik wil echt niet erop ingaan. Dus nog niet. Nog niet. Als laatste, Dimitri Apay, de competitie ligt stil, lokale competitie. Hoe staat het met je carrière nu? De mijne staat ook stil, maar ze zijn van plan het in oktober te starten. Dus hopelijk wordt het gestart. Maar mijn carrière is nog niet stopgezet, dus ik zie wel waar ik beland. En blijf je trainen? Ja, tuurlijk. Twee keer per dag. Maandag tot en met zaterdag.